Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls. Welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam dat is Alta Dylan. En vandaag weer een nieuwe taste-test. Natuurlijk op een andere plek in mijn kamer. Ik heb dat natuurlijk op mijn nieuwe bureau. En ja, vandaag heb ik hier bij mij de Candy Can Cotton Candy. Ik heb die al open gedaan. Ik heb die al in een glasje gedaan. Dus ik heb die al in een glasje gedaan. Ik ga er nog een beetje meer bij doen. Als jullie dat horen. Jullie horen het. Ja. We gaan die eens uitproberen. Het is in een leaf van zonder rocksglas. Dus ja. We gaan die eens uitproberen. Het smaakt naar cotton candy, het smaakt naar suikerspin. En ja, ik vind het wel lekker. Oké. Nu hebben wij nog eens de Arizona Mucho Mango Cowboy Cocktail. Hij ruikt naar mango. Ik ga eens kijken hoe dat eruit ziet. Ik ga er maar een klein beetje aan drinken. Zo ziet hij er dus uit. Een beetje geelachtig. Hier, zo ruikt hij meer naar mango. Ja, lekker. Als je van mango houdt, deze is de perfecte dingen. Dus ik ben naar de Action geweest voor dat aan gaan halen. Ja, deze is het perfecte ding als je mango houdt. Dan hebben we ook nog Lay's Sticks Naturel Salé. Allee, naturel of zout, ja. We hebben die ook nog. Die gaan dus zo open. En ook eens zien hoe dat proeft. Zo ziet het eruit. Dat is eigenlijk zo een stokje. Gewoon een zoute chips. Het is gewoon een zoute chips. Dus ja. We hebben ook nog een stuk paprika. Dat ik al een beetje van gegeten heb, maar ja. Ik moest dat eens uitproberen. Dus een stuk paprika. Ja, lekker. Proeft overdreven op paprika. Niet overdreven op paprika. Maar het proeft wel naar paprika. Dan hebben we de laatste chips. Ik heb hier nog chips aan, maar dat is ook zouten, dus dat zou zijn. Crazy Ribble Chips Paprika van Crocky. Ook eens proeven hoe dat smaakt. En dan ga ik de video's opzetten. Nou ja, het smaakt niet overdreven op paprika, maar het smaakt ook niet te licht, als ik het zo mag zeggen. Ik ga wel eens wegspoelen met die cotton candy. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam, dat is Alta Dylan. Bedankt voor het kijken naar deze video. Volgende keer ben ik weer terug met een nieuwe taste-test. Ik weet niet wanneer. Maar dit was de taste-test nummer 7 van dit seizoen. We hebben nu al meer afleveringen van seizoen 1. Dus ja. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Alta Dylan. Yo.